mijn gezicht staat toch nog in beeld. Damn. Ik kan ook nooit incognito rustig mijn beeld inkomen of iets, hè. In ieder geval, jongens, het is weer tijd voor een nieuwe Pokémon Go video. Het is lang geleden. Gooi die intro er maar in. Welkom bij een nieuwe video, wat eigenlijk heel lang geleden is dat ik Pokémon Go heb gedaan, maar het is weer tijd voor Pokémon Go. Yep. Er is namelijk een gigantische update gekomen, 80 nieuwe Pokémon, zeg ik dat goed? Meer dan 80. Meer dan 80. Geef niet aan hoeveel exact, maar meer dan 80. Meer dan 80. Meer dan 80? Meer dan 80. Zou best kunnen. Nou ja, eigenlijk, vergeet niet, de tweede generatie die had 100 extra Pokémon. Want je bent van 150 naar... Wat recht is, straks vallen je kijkers van hun stoel. Ja, dan vallen wij van onze stoel. Dus. Maar nee, ze zijn van 150, zijn toen bij de tweede generatie naar 250 gegaan. De Legendaries hebben ze er nog steeds gegooid. We hebben nog steeds geen trade manier, we hebben nog steeds geen battle manier. Ja. Maar er zijn nieuwe Pokémon en dat vind ik heel erg leuk, want er zijn namelijk nu twee nieuwe namelijk in Pokémon Go. Kom maar even bij, Espeon. Ja, ik denk dat ze goed in beeld zijn, ik zie het niet. Ja, nu zit de schut in beeld. Mooi. Deze zijn er nu bijgekomen. Oké, nou, dat is al helemaal geweldig. Dus dadelijk, we gaan weer de gewone gebruikelijke setup doen tot naast mij weer Pokémon Go in beeld komt. En er is een nieuwe truc dus voor de evoluties om je eerste Eevee dan weer te kunnen laten evolueren in natuurlijk Espeon en Umbreon. En dan laat ik jullie ook weer eventjes gelijk zien wat er gevangen is en alles. Dan gaan we daarbij die steeds daarachter doen. Daar was een andere YouTuber op het moment op het podium. Nee, rustig maar. Dus, we zitten hier bij de Starbucks. Dus we zitten in ieder geval erachter. Daar was ook een YouTuber op het podium bezig. Hartstikke gezellig. Maar wij zijn gewoon hier aan het rondlopen weer als de Pokémon trainer. En we hebben heel veel Pokémon trainers toevallig ook gezien. Dat is hartstikke gezellig. En ik heb ook nog een ander geheimpje voor jullie. En dat zal ik heel even stiekem laten zien. Alvast even een foreshadow voor een van de volgende video's die eraan zitten komen. Dus wat weten jullie dan alvast? Ja. En wat ik ook zo grappig vind is, we hebben hier ik weet niet hoe lang dit staan te wachten om eindelijk een keertje een zitplekje te krijgen. En nou zijn de zitplekjes genoeg. En dan hebben we natuurlijk, ik heb deze ook, want ik kreeg dus te horen dat ik nog genoeg punten had, dus kon ik deze ook gelijk bijhalen. Dus ja, leuk voor de unboxing. Maar goed, wij zijn gefocust nu op Pokémon Go. De Arimek fluitketel die zit dus naast me, ik weet niet wat voor deuntje. Ik hoor hem dan vaak spelen, dus volgens mij is dat een van zijn eigen ontworpen deuntje. Nee, dit is een heel mooi Keltisch stukje muziek. Dit is een heel mooi stukje Keltisch muziek. In ieder geval, we zitten dus hier. Ja, we hoeven geen uitleg. Maar... ja, Magikarp ook even in beeld. Magikarp. Wacht even, ik ben een Pokémon? Nee. In ieder geval, we zitten dus nog steeds heel eventjes gezellig bij de Starbucks en ik heb lekker mijn koffie gehaald. En bij traditionele vlogs... Bij traditionele vlogs moet je natuurlijk vertellen over, kijk eens, ik heb koffie. Leuk. Mijn telefoon die ligt daar al klaar op de oplaaier, dus Deze hebben we trouwens wel gekocht vandaag. Ik vond het wel leuk. Repeatball in verband met jou. Je bent een Eevee-vanger, dus... Zelf heb ik ook twee ballen gekocht. We hebben ballen gekocht, ja. Vertel. Ik heb een netbal en een wavebal. Heb jij net een bal? Ja, net heb ik een bal gekocht. En dat was een wavebal? Ja. Pun intended. Je moet wel even goed in beeld zijn, denk ik wel zo. Er is nog steeds veel gaande daar aan die kant. Ja, wij wachten heel even. Ja. Er is nog steeds veel gaande daar aan die kant. Pokémon Go wordt er nog steeds hevig gespeeld. En ik ga dadelijk jullie de secret vertellen over hoe dat je dus Espeon en Umbreon te pakken kan krijgen op Pokémon Go. Dus maar eerst... koffie. In ieder geval jongens, ik had jullie beloofd om te laten zien hoe dat je dus Espeon en Umbreon zou kunnen krijgen. Eerlijk is eerlijk, ik heb het als eerste gehoord van Invadotech, van mijn Engelse video's vroeger. Ik heb nog steeds contact met hem en hij vertelt mij dus nog steeds hoe. In ieder geval, ik heb dus de Pokémon app weer naast me staan, zoals jullie mooi in beeld kunnen zien. Dus ik pak heel even mijn telefoon, probeer ik er zo even bij te grijpen. Well. Leuk joh dit, deze setup is zo leuk als je ook al kijkt. Zoals jullie ook kunnen zien, er zijn nieuwe Pokémon. Ik zie hier bijvoorbeeld drie keer een Xatu, die ga ik even proberen te vangen. En geloof me jongens, probeer zo'n Pokémon niet te vangen, want dit is bijna gewoon niet te doen. Maar wel een nice throw.
Dus, nice. Maar wij gaan dus zeker eventjes een paar Eevees laten evalueren. Zoals jullie weten, ik heb een beetje veel Eevees, dus dat is geen enkel probleem. Goed. Nou, we hebben deze hebben we nou gevangen en nou gaan we dus naar het evalueren toe. Want daar heb je dus met een naam. Nou, sommigen die zullen het al weten, sommigen die weten het misschien niet. Dus als je het toevallig nog niet weet, alsjeblieft, en weet je het wel. Geweest met je Espeon en Umbreon natuurlijk. Oké, dan heel even hier die Pokémon stops eventjes meenemen. Dat is altijd heel erg fijn. Want wij staan hier dus bij het evenement van Amstelveen. Zoals je dus hier allemaal kan zien bij die Pokéstop die ik nou dus allemaal aan het doen ben. Even kijken, ja, camera staat nog goed. Mooi. En wat dus nu heel erg belangrijk is, is dat ik dus heel even naar mijn Pokémon toe ga. En dan zie je dadelijk dat er dus twee Eevees al een nickname hebben. Ja hoor. Wij zien hier bijvoorbeeld Tamao. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Tamao. Een beetje, je moet het een beetje als een Jeff Goldblum uitleggen. Tamao. Nou, die gaan we dus naar evalueren, zoals jullie dus kunnen zien. Dus ik ga het muziekje even lekker hard aanzetten. Evolutiemuziek is altijd leuk. Tenminste, ik hoop dat evolutiemuziek het gewoon doet. Evolve. Do you want to evolve? Yes, want dit is voor niemand minder dan... Het muziekje staat uit. Dan moet ik de muziek voor aanzetten. Ja. Wij zetten dadelijk de muziek aan, dus dat komt wel goed. Ik maak nou gewoon even een serie muziekje, maar dan kun je dus horen nu. Welke Pokémon is dit? Oh. Ja, hij staat heel erg boos die kant op te kijken. Umbreon! 1469. Ik had wel verwacht tot ze dat hetzelfde zouden doen met Vaporeon eigenlijk. Huh. Dat zou je wel denken, ja. Nou ja, maakt het in ieder geval niet uit. Maar goed, dus als je hem Tamao noemt, dan krijg je dus Umbreon. En dan gaan we dus nu over naar de andere. En daar zet ik eerst eventjes de muziek even voor aan. Ja, inderdaad. Dat leuk. Even kijken, we hebben daar hier settings. Jeetje, wat is het toch heel gespannen. Oké. Drukken we. Pokémon. En dan hebben we dus Sakura. Zeg ik dat wel goed? Ja. Ik zeg het goed, hoe is het mogelijk? Het moet een beetje tussen een U en een O zitten. Het is namelijk Japans. Nou, ze zijn genoemd naar de Kimono Girls van Pokémon Heart Gold Soul Silver. Ja. In ieder geval, nog steeds geen geluid. Ach ja, het belangrijkste is... Moet ik erbij editen. Maar het belangrijkste is inderdaad... Zo krijg je Espeon. Espeon is erbij. Nou, en zo hebben we dus nou onze evoluties hebben al. En Psychisch. Deze keer Psychisch. Oh. En mijn lader die valt. Ja. Dus ik heb zo'n Eevee-lader, heb ik. Dus hartstikke leuk. Goed, nou, rare close-up, ik weet het jongens. Ik zit hier met mijn ene hand zit ik dus op mijn camera en met de andere. En ik zit hier en hoeveel is mijn batterij? 60%? Ah, dat is te doen. Oké, weet je wat, we geven hem ook een power-up. Wow, 2101. En nu naar 2141. Ja, maar ik bedoel gewoon te zeggen, dat wil dus zeggen dat Umbreon, die krijgt maar 1400. Terwijl dat Espeon, dan hebben ze het omgedraaid. Nou, ik weet wel dat de CP is meer gebaseerd op hoeveel aanvalskracht ze hebben en niet op defense. En Umbreon is een defensive ball. Dus ja, maar Vaporeon... CP laag is... Ja, maar Vaporeon die is ook een defensive ball en die kreeg ook de meeste CP. Ja, terwijl de Jolteon, die heeft juist weer de meeste special attack en die is ook weer heel erg laag. Niantic, leg uit! Nou ja, in ieder geval, we gaan nog eventjes wat Pokémon vangen. En dan laat ik jullie dadelijk heel eventjes de lijst zien. Ik ga jullie gewoon eventjes zo vasthouden. Maar zij willen er ook heel veel bij. Ja. Dus ik heb al een Eevee wel kunnen vangen, maar ik ga nog heel eventjes deze Xatu proberen te vangen. Want zoals je dus ziet, er zijn hier heel veel nieuwe Pokémon die er spannen op dit evenement van Amstelveen hier in het winkelcentrum hier, wat ik jullie dus net heb laten zien. Ik zit nog steeds hier gewoon bij de Starbucks, dat wel. Ik voel me nou net zo die trainer van Pokémon Colosseum eigenlijk. Nou, weet je wat, we pakken die centra, die pakken we er ook nog heel eventjes bij. Hoi. Hartstikke leuk. Jeetje, we krijgen hier een lamme arm van. Ik had mijn statief mee moeten nemen. Nou, kijken of deze wil blijven zitten. Hé, gelijk hè. Oké, nou dan ga ik jullie dus nu een lijst laten zien. Ik heb het proberen even zo te doen.
Krijg je nog geen lamme arm daarvan? Ik ga gewoon zo doen. Ik kan mijn arm ondersteunen, waarom ook niet? Ja. Ik hoop dat jullie me wel zo kunnen horen. Ik ga ervan vanuit, want de camera of de microfoon van deze is best wel goed. Dus oh, jij wil ook in de vlog komen? Ja, kijk eens weer. Wat is jouw favoriete Pokémon? Pikachu. Oké, doei. Dus als je nou Eevee had gezegd. Ja. Nee, Pikachu is geen enkel probleem. Nee. Dus wil je er een beetje bij zijn? Ja. Staan jullie zo wel in beeld? Ja, jullie staan wel in beeld. Wanneer is die weggegaan? Gio. Gio? Oh ja, dat was die andere YouTuber die stopt. Weet ik niet. Ik ben je koffie gaan drinken, dus maar goed, wij gaan heel eventjes verder met de Pokémon vangen. En ik heb al heel veel plezier nog. Nou, dan gaan we heel eventjes langs de lijst van de Pokémon die ik al een beetje heb gevangen. Nadat ik dus al die Pokémon stops weer heb gehad. Ik ben niet zo flauw. Als mensen in de vlog willen komen, dan mogen ze van mij altijd in de vlog. Hartstikke gezellig. Oké, we gaan dadelijk heus nog wel eventjes een beetje rondlopen. Alleen dan heb je dus niet dat beeldschermpje hier naast me. Want ja, dat moet ik samen gelijkertijd... Dan richt ik wel op mijn telefoon of zoiets, dus ja. Heb je deze net niet al gehad? Jawel, maar ja, jullie kennen de Pokestops, hè? De haas. Nou, ik wil een hoedhoed vangen. Sorry jongens, ik wil naar de lijst, maar ik wil die hoedhoed vangen. Ik bedoel, dan kunnen we dan weer evolueren en dan hebben we dadelijk Noctowl, dus... Allemaal voor de Pokédex. Die nog steeds niet geüpdate is bij mij. Kijk. Nou, ik ga niet de traditionele countdown doen van 3, 2 of zoiets. Dat vind ik een beetje onzin. Oké, nou, we hebben Toetoet. Hartstikke leuk. Nou, vooruit die Sentret dan ook nog eventjes. Nee, niet die. Ik wil die Sentret. Er zijn er twee. En waar is daar? Oh, een Epom. Epom. Oeh. Nou, die is... Ah, nee, ik wil niet op die... Vaporeon, leuk. Oké, ik wil op die Epom drukken. Nee, ik wil niet op die Gym drukken. Het is zo... Ik blijf op die gym drukken, jongens, daar word je niet vrolijk van. Vaporeon wil graag in beeld. Vaporeon die mag natuurlijk in beeld, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar misschien als ik hem dan zo doe en dan zo draai, dan net. Ik kan hem net aan raken, bij mij zit hij net zo dichtbij, maar ik kreeg het voor elkaar. Ja, misschien moet ik hem even uitzoomen of zo. Dat kan helpen, mogelijk. Kom op, druk op. Ja, we hebben de battle met Epom. Met een keer tijd. Dus oké, nou dan gaan we gewoon die traditionele 1, 2, weet je wel. 1, 2, skip a few, 99, 100. Oké. 1, 2. Zie je, dat brengt ongeluk. Je moet niet gaan tellen. Dat brengt gewoon ongeluk. Dan moet ik weer great balls gaan pakken, moet ik weer de great balls gaan gebruiken. En voordat jullie gaan beginnen van je moet de spin ding doen, probeer dan maar eens met één camera in je hand en de telefoon op je knie en dan één hand vrij. Dat werkt niet. Tenminste, niet met deze setup. Tenminste, ik denk dat ik hem hier heb staan, of hij staat daar, ik weet het niet. Dat is iets wat de editor maar mooi mag uitvogelen. Nou, die hebben we gevangen. Mag ik even naar mijn lijst? Oh, ik zie weer een Xatu. Maar dat kan een Natu worden. Of, nee, dit is Natu en dat wordt een Xatu. Ja, inderdaad. Wauw. Ja, sorry jongens, ik doe alleen maar... Ik ben gespecialiseerd in Eevees. Wat verwachten jullie nou? Dus, oké, nou gaan we weg. 1, dat brengt ongeluk. 2... Nog meer ongeluk. Nee, hij blijft in één keer. Hoppakee, poef. Ah. In één keer blijft hij zitten. This is back to the video. Oh nee, daar zijn we al. Nou, mag ik nou mijn lijst? Even niks spannen. Ja, iedereen wordt dan heel boos op mij, maar even niks spannen. Sentret boeit me. Ja? Oké, dan gaan we naar mijn Pokémon. We gaan nu naar mijn Pokémon. En dan ga ik dus niet op favoriet, want ja, jullie weten dat staat helemaal vol met Eevees. Maar dan ga ik op recent gevangen. Nou, en als jullie dus kunnen zien, ik zie daar Natu, Epom, Hoothoot, Sentret, Mr. Mime is zelfs nog gespand. Ik heb hier nog Swinubs, Meryl, Eevee is gespand, ik heb een Eevee kunnen vangen hier, best Eevee ever. Furret zie ik erbij staan, Sentret zijn een beetje de Rattata, Swinub die zijn heel veel gespand. Skiploom heb ik gevonden, Natu hebben we ook heel veel gevonden. Wooper hebben we veel gevonden, Meryl hebben we veel gevonden. Maar ons kroonstukje van vandaag was echt wel de Sneasel die gespand was, gezondheid. Sneasel, toen wij net binnenkwamen, toen was iemand anders nog aan het vloggen. Toen hebben we dus Sneasel te pakken gekregen. En ja, daar was ik eigenlijk best wel trots op dat we die zo te pakken hadden gekregen. Dus Was er ook een Skarmory trouwens gespand, maar die konden wij niet vinden. Nee, helaas. Ja, hieronder dat is weer van Kijk Duin volgens mij, de laatste keer dat ik daar was. Dus ja. Daar zal ik ook heel veel laten zien wat ik... Dat doe ik dadelijk, want we hebben nog dat schermpje van de Pokémon die loopt nou synchroom. Dus, maar nou ben ik wel heel even nieuwsgierig, want ik heb ook heel veel eieren erbij.
Hi. We hebben publiek live. Ik zie een 10 kilometer rijden, wil ik zeker gaan doen. Ik heb nog al die egg incubators van, volgens mij oud en nieuw. Even kijken, want deze die hebben allemaal twee uses. Ja, moet je kijken hoeveel ik er wel niet heb, joh. Volgens mij kan ik ze allemaal aanzetten. Oké, de twee incubators die wil ik met de standaard doen. Even. Laag. Laag. Low. Even kijken. 1, 2, skip a few. Ik wil incubator selecteren. Mag ik? Allee. Hi. Ik wil graag. Nee, niet die. Hij heeft die gewoon gepakt. Oké, prima. Jij je zin. Verder. Eigenlijk wil ik gewoon zo'n ei voor gebruiken. En voor die twee, daar wil je die oneindige voor gebruiken. Dus voor een 2 kilometer ei gebruik daar juist die oneindige voor. Want ja, 2 kilometer heb je zo gelopen natuurlijk. Dus. En hij is een beetje luggy. Oké, nou hebben we hem. Ja. Yeah. We zetten ze gewoon allemaal aan natuurlijk. Dat snappen jullie ook wel. Hoppakee. Ik heb toen nog allemaal van Kerstmis toen, joh. Je weet wel, toen nog met Pikachu met Kerstmuts. Er is weer wat gespand. Ja, die laat ik nog even open. Ik vind het zonde om daar een incubator op te gebruiken. Ik weet niet of we nog eieren in deze aflevering uit laten komen, maar als dat gebeurt, dan zien jullie het meteen. Ja hoor, weer een natoe. Ik zag een woeper! Ik wil die woeper. Oh, woeper? Woeper! Die wil ik ook. Die is zo vrolijk. 1, 2, 3. We hebben hem. Hij is gevangen. Ja, jullie zien alles niet naast me, hè? Dat is wel knap voor jullie. Of aan die kant, ik weet niet. En het er aan welke kant zit het nou? Die of die kant? Dan weet ik het nog steeds niet, want jij moet het inediten. Het is leuk voor de kijkers dat je daar een pijltje neerzet, maar ik heb er niks aan. Ik zie geen pijltjes. Ik heb altijd discussie met mezelf, jongens. Ik weet niet wat dat is. Ook al is hij maar 35, woeper is awesome. Weten jullie nog in mijn let's play van Crystal dat ik hem Kinky uit heb genoemd? Want ja, hij is gewoon Kinky. En hij blijft gelijk in zijn bal zitten, zo hoort het ook. Dus ja, we gaan dadelijk nog heel eventjes langs die pokerdinges lopen, dan is het schermpje hiernaast weg. Maar ja, zo krijg je dus Espeon en Umbreon, die dus nou bij Mumei op het moment zitten. Ja. En ik pak nog heel eventjes die pokerstops. Yay! Nou, kom op. Kom op. We werken aan de groenstad hart Alvolveend. Hier heb je wat pokeballs. We hebben het zelfs gehad dat de D66 zelfs voor gaat zorgen dat er meer pokercenters komen. Ja. Je had er nog een foto van gemaakt, dus vonden we wel heel erg grappig. Nee, nou zeg ik niet dat je op de D66 moet stemmen. Ik zeg daarvoor van goed luisteren naar, want ik doe absoluut geen politiek video's. Daar ben ik geen fan van. Nee. Dat is iets dat moet je zelf maar uitvogelen. Ik vang nog heel even deze centret en ja, jullie... Zie ik je in een seconde, denk ik. Vooruit dan. Ik bedoel serieus, we kunnen er eentje evalueren. Dus laten we dat dan ook maar even gelijk doen. Dan moet ik wel trouwens eigenlijk een goeie hebben. Even deze zo. Moet ik heel eventjes kijken welke centret van alle centrets die we hebben de beste is. Ik heb nou de camera uitstaan, jongens. Dus de recording, dat werkt nou eventjes niet meer. Dus dan ga ik hem heel even op nummer zetten. Oké, 266 is de hoogste die ik heb gevangen. Laten we die maar gelijk evalueren. Weet je dat zeker? Ja! Stel je voor dat je Pokémon dat zou zeggen. Weet je zeker dat ik moet gaan evalueren? Mijn Pokémon die deden het automatisch. Jee, alleen die had ik ook al in het wild gevangen. Dus eigenlijk is deze evolutie zinloos, maar ik wou het jullie toch laten zien. Jee. Ja, op zich, ja, ik denk dat het een beetje de Rattata is van de tweede generatie. Ik denk het ook. Ik weet wel zeker. Naartoe! In ieder geval hier in Amstelveen. Want ja, we weten ook in Kijkduin is de Rattata een Voltorb. Ja, bij mij was het eigenlijk, de eerste Pokémon die ik zag was een Ledyba. Ah. En die zijn we hier helemaal nog niet tegengekomen. Nee, en ik heb hem nog niet eens gevangen, omdat ik dacht bij mijn eigen, nee, ik bewaar het mooi voor dat evenement. Nou, ik denk dat het komt omdat jij wat meer in bossig gebied woont en dit is wat meer industrieel. Ik weet niet. Ik kom uit Kanto. Muziek op de achtergrond natuurlijk altijd leuk om zo dan even verder te lopen. Maar we hebben dus nou net even lekker een broodje Miltank bij de HEMA gehaald. Ik bedoel, het is tweede generatie dus. En natuurlijk
voor de Pokémon. Tenminste, we hebben het vaak al in de anime gehoord en die theorie die ga ik natuurlijk niet beginnen. Dus ik heb nou nog heel eventjes nou, geen Pokémon te spelen, dat doe ik dadelijk weer. Maar nou heel eventjes een frisse neus halen. Dus ja, en nou, kennen we hier ook Pokémon? Ja, ik dacht, je bent nog met je broodje Miltank bezig. Maar gaan we hier weer naar binnen? Ja. Oké. Okay. Ik moet wel zeggen dat ik nou wel heel breed loop. Sorry. Ik heb er toestemming voor. Staat in contract der camera en zo. Plus is ondertussen ook nog eens een keer stiekem een sluipreclame. Voor Snoep. Damn. Vandaag, Japanse Do it yourself. Oh, do it yourself. Do it yourself? Ja. Dus do it yourself. Ach, Shinshen, daar keek ik nog naar toen ik klein was. Mijn moeder was minder enthousiast. Ja. Mario? Mamma mia, why are you calling me Mario? Oké, dat is de eerste keer dat je een noemtje wordt. Oké. Ja, natuurlijk mag je op de foto. Jongens, we knippen heel eventjes, want dat is even een fotomomentje. Wat? Spannende Pokémon? Wat? Is er een spannende Pokémon? Wat is er spannend? Dat zie je. We gaan eens achteruit, jongens. Oh, we zijn er. Oh, een Sneasel. Die hebben wij eentje. Ja, we hebben er al een. Oh, hij is daar. Er is weer een Sneasel. Maar ja, wij hebben al een Sneasel gevangen. Wij lopen weer verder. Geen succes. Ga er gauw achteraan. Goed, nou, zo zie je maar weer. En gewoon, normaal gesproken wordt er gewinkeld. Nu wordt er Pokémon gevangen vandaag. Het is vandaag echt Nationale Pokémon Vangdag. Dus, ik vind het wel gezellig. Ja. Dus. We hebben hier, even kijken. Vitamin Boost. Oh, daar hou je Pokémon vitamines. Zoals calcium en... alles is vandaag in het thema van Pokémon. We verzinnen het gewoon hier. Terwijl dat weer rondlopen. Dus, we zijn nou eens eventjes jouw telefoon erbij pakken, want het is een Pokémon Go video en er wordt nou maar weinig Pokémon Go gespeeld. Ik heb mijn handen vol. Ja, misschien laat ik dat toch maar even doen. Dus, nou weet je wat, we doen wel heel eventjes een 360. Ik weet niet waarom, maar dit is een 360. Worden jullie al duizelig? Ik wel. Nou, dat was geen 360. Nou, ik kan wel dit gaan doen, maar dan wordt het helemaal duizelig. Nou, je had net 720 graden gedraaid en nu heb je nog eens 360 graden gedraaid. En hoeveel is dat in totaal? Nobody cares. Dus, volgens mij zijn we hier net ook al bij die Xenos langsgekomen hier. Vast wel een keer. Ze hadden in ieder geval geen pokeballs. Ik heb het nog gevraagd, maar ze hadden het helaas niet. Ja, klopt. Vroeger. Hoi. Vroeger een... Zeg het eens. We lopen even eens achteruit. Hoi. Hi. Hoi. Hi. Hoi. Hi. Hi. Ja, u zegt zo mooi hoi. Ik denk, ja, hoi. Ja, verkopen jullie toevallig ook potions voor Pokémon? Potions? Nee. Nee. Ah, oké. Okay. Sorry. Toch bedankt in ieder geval. Bye. Tot ziens, hè. Nou. Dan krijg je in één keer willekeurig hoi. Hartstikke gezellig. Waar lopen we nou eigenlijk naartoe, Brees? Nou ja, we lopen richting het grootste gebied. Waar ben jij? Oh, jij loopt. Ja, het ergste is, ik heb mijn hand heb ik nou voor de camera, dus ja, ik kan nou geen Pokémon Go spelen. Nee, ik meld het wel wanneer wat leuks is. Dan kan ik mogelijk heel voor de camera vasthouden terwijl jij dan wat vangt. Nou, we hebben net al heel veel weer gevangen en ik heb al laten zien wat we hebben gevangen. En ik wil nou een beetje laten zien hoe dat we weer gewoon de dag gezellig doorbrengen. Ja. Alleen moet ik wel zeggen dat ik behoorlijk kramp in mijn arm krijg. Nou, snap ik waarom dat mensen van die selfie-sticks hebben. Ik vind nog steeds rare dingen, maar goed. Daarvoor zijn die selfie-sticks. Ik vind 10 keer niks. 3, 2, 1, kamer op mij. Nee. Ik heb net te horen gekregen hoe dat je dus zonder de namen, mocht je dus al een Espeon of Umbreon hebben en je wilde toch een andere Eevee evolueren in Espeon of Umbreon. Het is nog steeds een kansverhaal. Kans. Maar ik heb dus net van Mystic Four te horen gekregen. Die is liever achter de camera scherm, een beetje achter de schermen het liefste. Hoe dat nou precies werkt? Nou, dan gaan we heel eventjes naar mijn camera zo. Je moet een Eevee bij je hebben, dus dan gaan we heel eventjes naar Pokémon toe. Nee, dan moet ik naar mijn eigen toe, sorry. Ja. Ik moet hierop drukken. En dan zie je dus, ik heb Eevee als buddy staan. Ja. En Eevee als buddy wil zeggen dat je dan kilometers loopt en dat je dan snoepjes unlockt. Je moet minimaal 10 kilometer met Eevee hebben gelopen. Nou, ik heb heel vaak geswapt tussen Flareon, Jolteon, dan wou ik weer Vaporeon bij me hebben, nou weer Eevee. Nou, deze Eevee die heeft dus 11,2 kilometer. Dus als het goed is, als ik nu naar mijn Pokémon-lijst toe ga,
en dus hem ga evalueren, dan zou het dus een Espeon of Umbreon moeten worden. Dus laten we dat maar gelijk uitproberen. Dan ga ik heel eventjes kijken waar dat mijn buddy zit. Eens even kijken, dat is deze hier. Dat is gelijk deze. Nou, laten we maar even evalueren dan. Tuurlijk, deze heeft geen nickname, dus we gaan het gelijk uitproberen. Spannend. Tun 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 ta dan tan 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 ta da da di. Het is een Espeon. En daar ben ik eigenlijk best wel blij om, want Espeon die blijkt dus in één keer een... Oh, deze heeft Future Sight. Oh. Toekomstbeeld. En nu heb ik dus, als ik niet vergis, als ik nou ga kijken bij mijn buddies. Dus als ik nou hier op druk... Ja, hij staat nog steeds op je buddy. Ja. Ja, nou heb ik een Espeon naast me staan. Oh no. Dus zo werkt het buddy systeem op het moment. Waarschijnlijk werkt het dan ook zo om baby Pokémon te laten evolueren die normaal gesproken met happiness zouden moeten evolueren. Tenzij dat je een Pichu al evolutie kan hebben, want jij die heeft natuurlijk je multiple evoluties. Let hier wel bij op, we kregen te horen dat als je swapt van buddy, dat de counter... Hoeveel kilometer dat gereset wordt? Ja, dat staat heel veel. Maar je kunt het wel zo zien. Ja. Want ik heb met EV's heb ik heel veel kilometers gelopen. Nou, aan alle leuke evenementen, daar komt... Ja, ik begin gelijk. Oh ja, ja, waarom ook niet? Ja. Dus we hebben net gegeten bij de Fresh Potato hier in Amstelveen. En ja, ik moet zeggen, dit evenement, het was heel gezellig. Ondanks dat het in een winkelcentrum was, komt nu juist eigenlijk heel erg goed uit. In verband met ja, dat het best wel koud was vandaag. Vooruit dan, aangezien dat de temperatuur minder hoog was dan ik eigenlijk had voorspeld. Want ik had voorspeld dat het nogal mooi en zonnig zou worden. Helaas was het toch bewolkt. Nou, dat was wat weer online had voorspeld. Maar het was inderdaad behoorlijk bewolkt. Dus, maar ik moet zeggen, daarbinnen was het best wel goed te doen. Van de YouTuber die daar stond. Ik weet nog steeds niet wie het eigenlijk... Dinges. Weet ik veel. Gerel. Gio Rattoy of zo? Zou best kunnen. Mocht je dit zitten te kijken, ik betwijfel het. Maar mocht je dit zitten te bekijken, mijn excuses. We hebben je gezien. Je was leuk bezig mee met de kijkers. En je hebt leuke handtekeningen gezet. Jammer dat we niet een babbeltje kunnen maken. Misschien zeg ik wel bij de YouTuber. Wie weet in ieder geval. Ja. Wij hebben het ook heel gezellig gehad. Heel veel mensen op de foto. Heel veel Pokémon Go gespeeld. Ik heb één Eevee gevangen. Dus missie geslaagd. Het lijkt wel kerstmis. Inderdaad. Maar jullie weten het, staat ook op mijn shirt, hè? All I want for Christmas is Eevee. Dus willen jullie nog een kerstcadeautje sturen? Eevee, zijn welkom. Hoe verzint hij het toch? Ja, ik heb toch maar mijn trui weer aangetrokken, want nu is het best wel koud, nu dat het zo donker is. Dus niks gezegd. En we hebben natuurlijk eentje die, die heeft al zoveel vlammenwerpers van Flareon gehad, die heeft het nooit meer koud. Dus hoe is jouw ervaring? Nou, mijn ervaring was dat het heel gezellig was. Echt heel gezellig. Leuke mensen. Er waren hele leuke mensen. Hele leuke reacties op onze kostuums. En Stevie die heel apart naar achteren loopt. Dat doe ik expres dat ik niet struikel. Ah, oké. Okay. Nou, ik heb nooit problemen om achteruit te lopen. Zullen we het andersom doen? Dan... Ik heb nooit problemen in achteruit lopen gehad. Maar altijd heel gezellig, leuke reacties op onze kostuums. Heel veel mensen die kijk foto's... Kijk uit, grapje. Nee, ik wil gewoon een pirouetje maken. Nee, heel veel leuke reacties op onze kostuums. Heel veel die foto's wouden nemen natuurlijk. Je weet hoe dat het zit ondertussen. Als je video's aan het maken bent, je bent daar constant zelf bezig met video's. Je hebt bijna geen tijd om naar andere dingen te kijken. Ik kijk nog steeds Peanut Butter Gamer in verband met de hardcore serie. Was awesome. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Dus in ieder geval, het lijkt me totdat we met het openbaar vervoer gaan. Maar dat doen we niet. Nee. We snijden gewoon de bocht af. Ja. Waarom zouden we een bocht nemen? Ja, ik bedoel, we hebben een scherp mes. Ja. Altijd. Ja, ik heb toch geen magie. De vinnen van Magic Carp zijn super scherp. Ze kunnen zelfs door diamant heen snijden. Wauw, spannend. Ik bedoel serieus, ik heb alleen maar een mes. Nee, niet heel spannend, want Magic Carp die spande vandaag niet. Oh, ik heb een Espeon bij me, die kan alleen maar een bus al optillen, alleen maar met psychische krachten. Maar wauw. De vinnen van de Magic Carp kunnen ook. Hey, ik ben een Eevee trainer. Natuurlijk moet ik een beetje sarcastisch zijn. Wat verwacht je anders? Ik bedoel serieus. Het kan zijn dat jullie soms mijn gezicht niet zien omdat het een beetje donker is.
Maar I don't care. En mijn hand, echt mijn vingertoppen, die worden nou koud. En hij zegt dan weer... Maar ja, ik wil jullie toch nog een beetje bij betrekken. En oké, okay, jullie hebben weinig Pokémon Go gezien. Ik heb heel eventjes een scène gehad. Maar het is ook niet te doen, jongens. Ook niet. Bij Starbucks, ik had eventjes mijn apparaat aan kunnen zetten. Tot dus het beeld in beeld kwam van de telefoon. En ja, dan moet je dus nagaan. Dan zit op mijn schoot. Krijgen we groen licht. Op mijn schoot krijgen we groen licht. 2017. Maar zo. Ik heb echt het gevoel dat we op fietsen zitten hier, hoor. Hoe snel hij ook weer op de hoogte gaat, graag vanuit dat je de snelheid van de fietser hebt. Ja, ondertussen wel, ja. Maar goed, wat ik dus... Ja, je zit er met je telefoon op je schoot, de camera zo, als dat ik hem nu heb, koffie in je ene hand, of in dit geval de evoluties die je erbij hebt. Ik heb expres gekozen voor Espeon en Umbreon natuurlijk, in verband met Espeon en Umbreon, die zijn nou ook in Pokémon Go, dus vandaar. En ja... Daarom heb ik maar heel weinig van dat kunnen filmen. Maar in ieder geval, we hebben een beetje jullie de sfeer kunnen geven. Hoe dat het dus in Amstelveen was. En ja, de gezelligheid. Hopelijk vind je het zelf ook leuk om het zo te zien. En hopelijk zie ik jullie dan ook bij een ander evenement. Ik ben kijkers tegengekomen. Ja, veel kijkers trouwens. Ja, ik ben herkend uit de Efteling. Dus eigenlijk best wel grappig. Dus ja, kom je een keertje bij een evenement... Wees vrij om hooi te zeggen. Ik bedoel, serieus. Is alleen maar gezellig. Ja, precies. Ik ga weer eventjes naar jou toe filmen. Dan ga je weer even babbelen. Hans, echt... Nou ja, nog heel even over één ding dat ik bijvoorbeeld vond. Had wel leuker geweest als je het wat anders hadden gedaan. Ze hadden een klein podiumpje, onder andere voor de YouTuber. Maar ja, daar kwam Gio. Altijd... Gio. Volgens mij Gio... Ik blijf het proberen. Ja, misschien kunnen we ooit nog op de naam. Misschien hebben we hem al goed gezegd, ik weet niet. Maar daar kwam constant muziek vandaan. En in plaats van dat ze Pokémon muziek hadden, hadden ze een hele kleine playlist van vrij normale muziek. En eigenlijk had dat wel weer sfeer gegeven. Okay. Of daar Pokémon muziek vandaan kwam. Beste Justin Bieber fans, heel eventjes de vingers in je oren. Ik heb een hekel aan Justin Bieber en die werd te veel gespeeld. Dat werd heel veel gespeeld. Ik bedoel, serieus, als ik nog één keer moet horen, is het too late now to say sorry. Ja, dat is veel te laat om sorry te zeggen. Maar goed, dat waren onze 3 centen, 4 centen. Espeon, Umbreon, ik hoop dat jullie ze nog een beetje kunnen zien. Maar ja, dat is een beetje onze mening over. Ik moet zeggen, ik vond het heel gezellig. Inderdaad, die muziek, dat was jammer. Dus ik vond het wel fijn om een rood licht te filmen. Maar ik vond het wel heel erg fijn om mijn eigen muziek dan aan te hebben van Pokémon muziek. Werd zeker op prijs gesteld. Ja, dat gaf best wel veel. Nou is het groen. Ja, en, maar niet voor ons. Ja, rij maar gewoon rustig door. Er is niks te zien hier. Gewoon doorrijden. Kijk, nou is die oranje. Nou heb ik alle 3 de kleuren gehad. Wauw. Wauw. Nou is het groen voor ons. Maar ja, werd op prijs gesteld. Ik dacht echt, ik had heel vaak de muziek echt zachter gezet. Want ja, je loopt in een winkelcentrum rond. En anderen zeiden, is dat nou Pokémon muziek? En dan ging ik het toch harder zetten. En dan iedereen die vond dat leuk. Dus ja. Het gaf sfeer. Ja. Plus af en toe natuurlijk Ocarina spelen. Wat ook heel erg gewaardeerd werd. En het galmde daar zo mooi dat voor sommige stukken muziek... Oh, Lugia's song die klinkt daar prachtig om te spelen. Nou, Pokécenter werd ook op prijs gesteld eigenlijk. Dus en overal echt een heel leuk evenement. In ieder geval, heb je zelf nou een leukste momentje? Laat het weten in de reacties natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. Volgende evenement waar ik aanwezig zou zijn, dat is 1 maart. Dat is op een woensdag in Naaldwijk. Openingsdag van de winkel van René. Zeg ik dat goed? Ja, van René Cards. Dat is op een woensdag, 1 maart, Naaldwijk, ja. Dus er is nog een video over, dus wil je daar meer informatie over, kijk even op die video, daar wordt het helemaal over uitgelegd. En voor andere evenementen, kijk eventjes op mijn kanaal in de beschrijving. Dat was bijgeschreven. Goed, in ieder geval dat is het einde van deze vlog. Of ja, vlog. Deze Pokémon Go event slash vlog slash hoe dat je het ook wil noemen. Ik dank jullie voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!